Ja, welkom. Ietsje later dan verwacht, maar we zijn hier in beeld en geleid in de Blue Stage voor de uitreiking van het BMY Media Talent van het jaar 2020. Want wie krijgt het stokje overgedragen van Niels Lodewegens, de winnaar van vorig jaar? Ja, BMY, het jongere platform van Broadcast Magazine, waarin we voor een heleboel jongeren, jonge mediamakers, tot dertigers, laat ik het in ieder geval zo zeggen, zoveel mogelijk informatie willen geven over wat gebeurt er nou allemaal in de media en wat houden alle functies in. En we willen ze ook inspireren. En een van de inspiratiebronnen was zojuist hier in deze zaal de Creative Cup. Want er werden een heleboel mooie pitches gegeven aan een vakkundige jury. Maar nu is dus de uitreiking van het mediatalent van 2020. Maar eerst, we zijn in beeld en geluid tijdens Dutch Media Week. Er gebeurt hier een heleboel. Dan wil ik graag naar voren vragen. Eppo van Nispen tot Zevenaar. Geef hem even een applausje. Ja. Dus. Eppo. Ja, ik blijf op afstand. Ja, dat heeft niks met jou te maken. Nou, mag ook best maar door. Met corona. Eppo, directeur beeld en geluid. Ja. Inmiddels de meest bekende archivaris van Nederland, denk ik. Ik weet het niet, maar ja. Op het gebied van talent, dat is vandaag het thema. Hè? Want tijdens Dutch Media Week is iedere dag een thema meegegeven. Vandaag is dat talent. Ja. Wat doen jullie binnen beeld en geluid aan talentontwikkeling? Mooi zou ik nu zeggen, helemaal niks. Dat zou prachtig zijn natuurlijk, maar... Dan zijn we gauw klaar. Helemaal niets. We zijn gewoon stel duffe mensen bij elkaar. Nee, dat is niet zo. Wij doen daar heel veel aan. We hebben een zogenaamd talent development programma. En dat is ook logisch, want de jeugd heeft de toekomst. En soms een beetje iets boven de jeugd. Hè. Gek genoeg is talent niet altijd leeftijdgebonden bij ons. Het kan zijn dat je iemand ontdekt die ergens vandaan komt. Maar wij stimuleren natuurlijk enorm dat mensen die, ja, waarvan je denkt, oké, daar zit wat in, die willen we natuurlijk graag behouden. We zeggen er ook meteen bij, we willen ze in ieder geval kweken en zorgen dat ze door kunnen gaan. Dat is ook belangrijk. Waar naartoe? Waar moeten ze naartoe? Nou, dat kan op allerlei manieren. Eventueel als je, weet ik veel, televisie online. Hè. Het is zo mooi van nu. Vroeger was het echt een beetje, als je hier kwam archivaris, zeg maar. Maar het is gewoon, net zoals ieder ander gezond mediabedrijf, we hebben waanzinnig veel disciplines. En bij ons is wel één specifiek discipline bijvoorbeeld, kunstmatige intelligentie. Dus we hebben soms heel erg hoog opgeleide mensen nodig die ontzettend nadenken over de dingen waar we tegenwoordig best wel vaak over gaat. Hoe kun je nou op een goede manier zoeken? Hoe kun je de filterbubbels bijvoorbeeld bestrijden? Nou, dat soort mensen, daar hebben we veel jeugd bij nodig die daar ons in kunnen helpen. En komende vrijdag gaat het heel erg over kunstmatige intelligentie. Zeker. Het hele programma hier in beeld en geluid. Als je over talentontwikkeling hebt, wat zou jij bij jezelf aan talent nog willen doorontwikkelen? In mij? Ja. In mijn eigen talent? Ja. Sorry. Ja. Oh, jij bent volmaakt. Kansloos. Nee, ik denk dat er heel veel bij mij door zou moeten ontwikkelen. Maar de vraag is of dat nog lukt. Het was heel leuk, al net hier kwam ik tegen Edwin Rutte. Ik weet niet of jullie het kennen, maar ook niet Ome Willem. Maar voor mij, ik denk als ik wat oudere talenten hier bekijk... Dat kennen we wel. Dan de film van Ome Willem. Dat was een heel beroemd jeugdprogramma. En die zei, ja, als ik jou zie ziet. Ik word daar heel blij van. Ik heb zin om deze vuist op deze vuist te gaan doen. Toen dacht ik, oké. Het was een hele leuke, echt aansprekende man met veel energie. En ik denk, misschien moet ik het dan... toch iets anders vrolijker brengen dan ik het nu doe. Dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn. En ik denk dat ik nog heel veel te ontwikkelen heb. Kijk, het belangrijkste in het leven is, volgens mij Kevin, en jij bent nog een jonge god, is dat je je leven lang altijd blijft ontwikkelen. Lifelong learning. En dat gaat over of je nou leest of televisie kijkt of online bent. Maar je steeds meer verrijken, en ogen open, kritisch zijn op wat je zelf doet en zo de wereld een beetje verbeteren. Oké, heel goed. Dus voor mij is er nog heel veel te doen, Kevin. Oké, nou, vandaag dus het thema talent. Ik zou zeggen, blijf wel even staan, want als we het hebben over een talent, dan zeg ik Peter van der Vorst. Zo. Hallo. Peter, welkom. Jij was hier net als vakjury bij de Creative Cups. Dat was superleuk. Ja? Als je het hebt over jong talent, het waren studenten, het waren het team, die mochten hun ideeën pitchen. En daar zaten verrassend originele leuke dingen tussen. En er zitten ook mensen bij met wie we echt verder gaan praten voor misschien toekomstige programma's. Wat was het meest verrassende? Het meest verrassende, ik vond, er was één programma dat werd gepitcht, dat heette Blokt.
En het ging over het shamen op social media en het confronteren van die mensen die dat doen. Ja, het is meer dan dat, maar dat was goed. En er was een programma, dat heette In 24 Hours. Dat was een hele goede pitch vooral. Dat was een jongen die echt vanuit zichzelf een verhaal vertelde. Dat ging ook over corona en wat het met hem deed. En dat raakte heel erg. En dat werd gekoppeld aan muziek. Ik ga het nog niet weggeven hier verder. Maar dat was ook interessant genoeg om over door te praten in ieder geval. Als we kijken naar RTL. Ik sla even, mooi verhaal, maar we moeten even door. Hè, want ik voel ook tijdsdruk nu. RTL, talentontwikkeling binnen beeld en geluid. Dus een heel programma. Is dat binnen RTL ook zo? We hebben sowieso binnen RTL Nederland onze traineeships. Dus jong talent kan ruiken aan allerlei facetten binnen het bedrijf. En kan ook echt op goede posities terechtkomen na een paar jaar. En wat we hebben is de Videoland Academy. Of de Videoland Academy moet ik zeggen. En daarin begeleiden we mensen vooral achter de schermen, regisseurs, scenario-schrijvers. Die worden begeleid door echt professionele krachten. En die krijgen ook de kans om bij ons een aantal echt professionele drama- en documentaire-series te maken op Videoland. Het is een beetje een trend, hè? Elke omroep, BNNVARA Academy. Het is ook nodig dat we jongeren er weer bij gaan trekken. Want dat is een tijd lang eigenlijk niet gebeurd. En ik zie dat er wel een soort van gat is eigenlijk. Als je kijkt naar talent, ook qua presentatoren, er komt niet heel veel bij op dit moment. Dus we hebben daar wel behoefte aan. Er is wel ruimte voor. Er is absoluut ruimte. En we hebben het vandaag ook over talent. Want ja, wie is het BNY Media Talent van 2020? En daarvoor heeft er een jury gekeken naar allerlei aanmeldingen die binnen zijn gekomen. En daar is de volgende top 3 uit voortgekomen. De vraag waarmee een aantal mensen hier dus in de zaal zit. Wie wordt dat talent? We kunnen er natuurlijk heel lang op ingaan, maar Peter, haal ons uit spanning. Ik weet het. Jij weet het. Het BMI Media Talent van het jaar 2020 is geworden... Alain Dikke. Van harte gefeliciteerd, Alain. Daar hoort dit bij. Dankjewel. En wil je ook weten waarom je het bent geworden? Dat ga ik voorlezen uit het juryrapport. Je bent 23 jaar en solutions consultant bij NEP. Wat is dat eigenlijk? NEP? Zo makkelijk. Nee, bij functie ben ik bezig om de klantvraag eigenlijk te vertalen naar een technische oplossing. Voor de kijker is het lekker als jij de mic even pakt. Je mag hem eruit trekken hoor. In mijn functie ben ik eigenlijk bezig om de klantvraag steeds te vertalen naar een passende technische oplossing. Ja. Dat is eigenlijk wat ik kort samengevat doe. Oké. Al sinds je 17e werk je bij NEP, dus je bent echt super jong begonnen. Wat deed je daarvoor dan, dat je daar zo jong terecht bent gekomen? Ik heb eigenlijk gewoon alleen middelbare school gedaan en toen begon als kamerman. Wat goed. Ja. Nou, toen bleek je al snel een groot talent te hebben. We vullen elkaar lekker aan zo. Je hebt Giel's Talentenjacht in 2016 van begin tot het eind aan elkaar geknoopt en alle livestreams geschakeld en geregisseerd. Vervolgens was je verantwoordelijk voor de settechniek bij ClubHub. Klopt allemaal nog, hè? En omdat je talent opviel, werd je een jaar geleden gevraagd om de overstap te maken naar de R&D-afdeling van NEP. Wat doet R&D? Die beheren eigenlijk de platformen. Dus die bedenken eigenlijk alle technieken die we vanuit NEP zelf produceren en aanbieden aan klanten. Mm-hmm. En in die afdeling doen we dus samen onze eigen producten ontwikkelen. En waar staat R&D voor? Research and Development. Als solutions consultant hou je nu voornamelijk bezig met het technisch ontwerpen van studio's, zoals voor Fox, Shell en de NieuwsBV. Je denkt graag mee over ieder soort project, waardoor je stiekem bij een groot deel van de NEP-projecten betrokken bent. Je bent ook een van de bedenkers van de zogeheten Flypack-oplossing. Die kennen we in Nederland allemaal, de mobiele regieset van NEP. En je blijft ook doorwerken aan nieuwere versies om deze regieset te blijven verbeteren.
Je hebt jezelf al je skills aangeleerd en werkt iedere dag keihard om het beste voor klanten mogelijk te maken. Je kunt hem zelfs 's nachts bellen en hij is altijd in voor een nieuw idee of project, zeggen ze bij NIP. Kunnen ze je ook echt 's nachts bellen? Oh, dat doen ze regelmatig hoor. Ja. Ja. Naast je harde werk ben je recentelijk ook nog eens begonnen aan een studie om jezelf verder te ontwikkelen. Kortom, een dik verdiende winnaar volgens de jury van de BMI Talent Award. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wil jij nog wat zeggen? Ja, is leuk als deze even... uitpakt. Nou, het is wel leuk als je hem uitpakt. Ben ik strot nieuwsgierig wat er nou in zit. Ja, kijk ook wel. Ik vermoed een officiële oorkonde. Ja, dat is hem. Ja. Geef hem nog één keer een applaus. Alain. En als ik heel kort mag zeggen, ik zal geen namen noemen of dat soort dingen, maar ik wil wel heel graag NIP bedanken. En natuurlijk niet alleen NIP zelf, ook de klanten waar we heel veel dingen voor hebben mogen doen. Maar ik merk ook dat ik bij ons bedrijf heel veel kansen heb gehad en ook om heel veel vertrouwen heb gehad van collega's om dingen te mogen doen. Wat ik zei, toen ik begon als K-man, een jaartje of 5, 6 geleden, toen dacht ik van nou, het gaat vast al heel knap zijn als ik dat een keertje mag gaan doen voor een echt programma. En eigenlijk kwamen er steeds nieuwe dingen, mocht ik gaan regisseren en dingen gaan bedenken. En elke keer waren er weer een paar mensen zeiden, goh, ik geloof in je plan, ga jij het maar doen. En ik merk ook dat natuurlijk het niet alleen iets is wat je zelf in je kan hebben, maar het zijn ook natuurlijk de mensen om je heen die zeggen, goh, probeer het maar, ik geef je die kans. En dat waardeer ik wel echt enorm. Zowel van de klant als van ons eigen bedrijf waar ik dan voor werk. Nou, fijn om te horen. Echt een self-made man, vind ik ook wel mooi. Zeker. Ja. Een vakkundige jury heeft besloten dat jij de winnaar bent. Alain, gefeliciteerd. Je wordt natuurlijk nu gevraagd om overal aan te schuiven en te vertellen wat je talenten zijn. Eppo, bedankt. Kijk uit dat je niet van het podium afvalt. Peter, jij ook ontzettend bedankt. Wil je nog één ding meegeven aan Alain? Dat je zegt, wat zou je hem nog willen meegeven om zijn talent verder door te ontwikkelen? Nou ja, weet je, deze man heeft op zo'n jonge leeftijd al zoveel gedaan. Ik zou eerder van hem willen weten wat hij ons zou aanraden om jong talent beter door te ontwikkelen. Zet hem vragen? Ja. Alain, het is een persmomentje. Ja, Alain, wat zouden wij met z'n allen in de mediawereld beter kunnen doen om jong talent nog meer kans te geven? Nou, ik denk dat het zelf heel erg belangrijk is om je heen te kijken wie een hand kan geven. En dan natuurlijk in coronatijd niet letterlijk, want dat zou natuurlijk niet mogen. Maar er zijn natuurlijk altijd jonge talenten om je heen die eigenlijk een opstapje nodig hebben om net wel dat steuntje in de rug te krijgen of net wel die kans. Ja. En ik denk dat als iedereen om zich heen kijkt en probeert welke mensen je die kans kan geven en dat dan ook doet, dat je daarmee heel veel nieuwe mensen een kans kan geven om in de bestaande wereld mee te gaan doen. Ik merk dat echt bij mij het schreeuw gemaakt dat er een paar mensen omheen waren die zeiden, goh, hier heb je mijn hand, kom maar mee naar dit project, probeer dit project maar even mee te doen. En dat is echt heel belangrijk. Ja. Netwerken is de key. Dus. Dankjewel. Ja, dan gaan we het podium vrijmaken, want we gaan hier door met de BMY Media Quiz. En daarvoor draag ik met liefde het stokje over aan Joost Koning. Ja, dankjewel. Bij BMY, en de dingen mogen nu uitgedeeld worden wat mij betreft. Bij BMY wilden we heel graag een pubquiz maken. Echt een grote pub en een quiz over de media. Dus echt interessante vragen over welke omroepen er zijn, over wie nou bepaalde dingen doet. En dat kon natuurlijk niet door corona. Maar wat wel kon, was dat we nu een video hebben gemaakt. Ja, die op 2 plekken vertoond wordt, zowel in de grote zaal daar als hier. Bomvol met mediavragen. Bestaande uit 5 onderdelen, duurt ongeveer 20 minuutjes en het gaat puur over de media. Dus je test je mediakennis. Nou, aan het einde van die 20 minuten gaan we het heel snel nakijken. En je kan dan ook iets winnen. En het is niet niks, het is een wisselbokaal. Rob Klap, hou hem even omhoog. Dit is niet misselijk, toch? Ik denk dat het grootste modelletje was ook. Dus zowel in de andere zaal als hier gaat de quiz gemaakt worden. We gaan het snel nakijken, maar ook de mensen die nu online meekijken, die kunnen ook de quiz maken en de antwoorden komen dan te staan op broadcastmagazine.nl. Dus als iedereen het formulier heeft, mogen jullie in het groepje gaan zitten, niet dichterbij dan dat jullie zitten. En ik zou zeggen, toi toi toi. Hallo allemaal. Joost Koning hier. Ik ben een van de presentatoren van BM Young, het online platform voor de jonge mediamaker. En ik wil u van harte welkom heten bij de BMY Media Quiz.
Een quiz bomvol vragen over allerlei thema's binnen de mediawereld. Denk aan The Rich of The Famous. Radio of YouTube, podcast, het journaal, series en heel veel meer. We spelen het BMY Media Quiz aan de hand van 5 rondes. Elke ronde bestaat uit een verschillend aantal vragen. Na elke vraag krijg je beperkte tijd om een antwoord in te vullen. Dus let goed op en wacht niet te lang. Voor elk goed antwoord krijg je 1 punt. En het team met de meeste punten, die wint en vertegenwoordigt jullie school. Oh, en vals spelen is dus niet toegestaan, hè? Dus geen internet, geen telefoons, geen WhatsApp, allemaal niet. Dan ben je namelijk gedisqualificeerd. En oh ja, we houden het tempo er lekker in. Dus ik hoop dat jullie klaar zijn. Wie van jullie weet er alles van YouTube? Wie is er kenner op het gebied van podcasts en heeft alles wat er op Netflix en Videoland te vinden is al lang verslonden? Laten we kijken. Wat wil je eigenlijk? We zijn een genootschap. Voor mensen met potentie. Als jullie me willen hebben, hier ben ik. Je keek naar een fragment uit de eerste Nederlandse Netflix original genaamd Ares. Aan jullie de taak om 3 namen uit de cast te noemen. Jullie zien personages geplukt uit films en series. Aan jullie de taak om de juiste personages bij de juiste streamingdienst te zetten. Dan eentje voor de puzzelaars onder ons. Welke bekende serie kun jij maken met deze letters? Het lijkt wel lingo, hè? Verrassingen en natuurlijk het uitreiken van de prijzen, de Marconi Awards, de Radio Sterren en de Radio Ring. Jullie hadden vast wel door dat jullie keken naar beelden van het jaarlijkse Radio Ring Gala. Maar weten jullie ook welke podcast tijdens het Radio Ring Gala 2020 een Marconi Online Award won? Hello guys, it's me, Nikki. Hello. Today I am here to share something with you. When I was younger, I was born in the wrong body, which means that I am transgender. Deze coming out video van Nikki Tutorials wat in de eerste uren al miljoenen keren bekeken. Maar op hoeveel stond de teller na een maand? Is dat A, 29 miljoen? B, 34 miljoen? Of C, 51 miljoen. Google, Netflix en YouTube behoren tot de grootste en bekendste mediamerken ter wereld. En die kennen jullie allemaal wel. Maar weten jullie ook welke er al het langst bestaat? En welke het kortst? Zet de merken in volgorde van oud naar nieuw. Je zag Billie Eilish in de wereldberoemde carpool karaoke sessie van James Corden.
Ze voert in deze aflevering niet alleen haar eigen hits op, maar covert ook een gevoelig liedje van een wereldberoemde band. Welke band? Zo, nou, dat was ronde 1. Viel het mee of tegen? Nou, haal even rustig adem. Neem even een slokje water. Kijk even om je heen. Even ontspannen. En dan gaan we nu door naar ronde 2. Televisie. Wie kijkt daarna nog televisie? Nou, best wel veel mensen eigenlijk. Televisie is nog steeds het meest populaire medium. Maar wat weten jullie er eigenlijk allemaal van? Eind 2019 werd er wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag een reality show van de buis gehaald. Maar weten jullie toevallig de naam van die show? Wie van deze mensen presenteerde dit jaar nog geen talkshow? Schrijf het juiste cijfer op. Je zag beelden uit de bekende politieserie Flikker Maastricht. En aan jullie de vraag, hoe heet het bekende politieduo daarin? Gespeeld door Angela Schijf en Victor Reinier. De Nederlandse publieke omroep telt 2 zogeheten taakomroepen. De NOS en de NTR. De NTR buigt zich over thema's als onderwijs, cultuur en samenleving. De NOS daarentegen zit bovenop de actualiteit, het nieuws, sport en evenementen. Maar welke regionale omroep werkt nou samen met de NOS en heeft zelfs zendtijd op de landelijke zenders? Maar we hebben even 3 ambtenaren van de gemeente Edam-Volendam. Jan Schilder, Willy Keur, Wim Jonk. Ja. Niet de Wim Jonk trouwens. Okay. Maar we hebben wel familie? Nee. Nou, ik weet niks van voetbal, maar wat ik wel zie is dat deze mensen gewoon niet deugen. Nee. Nou ja, en ook hebben die zelfs geen kinderen of zo, toch? Als je naar kijkt, je denkt van dat hallo, zou je bijna denken. Is zoiets. Het lijkt godverdomme wel alsof we tegenwoordig door gemeentes geregeerd worden. Ja. En rechters. Ja. En rechters. Ook, activistische rechters. Absoluut. D66. Ja. Promenade-presentator Diederik Ebbingen riep in De Wereld Draait Door iedereen met een kijkcijfer kastje op om naar zijn programma te kijken. Om zo meer kijkcijfers te scoren. Maar hoeveel huishoudens in Nederland hebben nou eigenlijk zo'n kastje? Op het Televisiering-gala worden de belangrijkste Nederlandse televisieprijzen uitgereikt. Maar in 1976 werd het opeens voor een jaar overgeslagen. Waarom was dat? Volgens mij was dat omdat er te veel inzendingen waren met hetzelfde handschrift. Dat is antwoord A. Nee joh, er is een hartstikke gevaarlijk griepvirus in Nederland. Ja, dat is antwoord B. Ze hebben het mis hoor, ze hebben geen idee. Het is antwoord C, bijna geen van de genomineerden wil te komen. En daarmee zit ook ronde 2 erop. En voor ronde 3 is het heel belangrijk dat je heel goed kan horen. Dus spits je oren, haal alles eruit wat erin zit, ja, dus ook alle airpotjes. En dan gaan we beginnen. Jullie krijgen straks 10 geluidsfragmenten te horen. Bij elk fragment hoort een programma of serie. Weet jij welk programma of welke serie bij het geluidsfragment hoort? Vul het dan zo snel mogelijk in, want de fragmenten volgen elkaar snel op. Daar gaan we.
dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stamp met je voeten, zet je handen in je zij. Ik ben aan. We zijn al klaar. Ging het goed? Oké, aan alle radiofans nu heel goed opletten, want de volgende ronde is voor jullie. Ja? Tot zo. Oh, en radio is natuurlijk al lang niet meer alleen maar een tune, een stem en een liedje. Het is veel meer. Denk aan hele YouTube-series of festivals. Nederland vierde vorig jaar 100 jaar radio. Edwin Evers, Tineke de Nooi, Frits Spits, Willem van Kooten, Dolf Jansen, allemaal iconen die daar een steentje aan hebben bijgedragen. Maar weten jullie ook wie er verantwoordelijk was voor de allereerste Nederlandse radio-uitzending? Was dat A, Hanzo Itzerda? Antwoord B, Robert Goldschmidt? Of antwoord C, Ferry Maat? Oké, jongens, ik ga nu ingrijpen. Ik ga nu echt ingrijpen. Want het wordt. Jongens, alsjeblieft, dit gaat echt te ver. Dit. Je zag een filmpje van een boyband die live in de uitzending bij Giel Belen in 2015 werd afgekapt. Omdat ze te vals zongen. Of wat is de naam van die boyband? Je ziet 5 gezichten van bekende radio-dj's en 5 radiozenders. Aan jullie de taak om de juiste letter bij het juiste cijfer te zetten. Heel veel gelul in zijn microfoon. Je ruikt zijn gebit, het is ongewoon. Ook al hebben ze hem groot gebracht. Bij 3 is hij hard in zijn kontje verkracht. Dus van 3FM naar Veronica. Je zag een fragment uit de radio-distrack van Bram Krikke. Welke radio-dj's kwamen er allemaal aan bod in deze track? Je krijgt 1 punt per goed antwoord. Maar ook een minpunt bij elk fout gegeven antwoord. Nog zo'n gast met een radiogezicht. De van Pietse heeft veel aangericht. Achter de rug van zijn grote vriend. Dan krijg je soms ook wat je zelf verdient. Bij ochtend, dikke vette pech. Samen met want de rende weg. Een Tesla en 6 ton over de balk, dames en heren. Je ziet hier 5 radiotoestellen. Aan jullie de taak om ze in volgorde van oud naar nieuw te zetten.
Let op, want deze vraag, vraag 6, is 2 punten waard. Want er worden ook 2 vragen gesteld. Veel radiostations eindigen op FM. Maar waar staat die afkorting eigenlijk voor? Oh, en tegenwoordig kun je ook luisteren in DAB. En waar staat die afkorting voor? En nu zien jullie hier 4 radiozenders. En ook deze mogen jullie op volgorde van oud naar jong zetten. Er zijn al heel wat bekende koppen voorbij geflitst in deze quiz, maar deze ronde staat helemaal in het teken van tv-iconen. Van krant tot YouTube en van tv tot radio. Alles komt voorbij. En voor ik het vergeet te zeggen, BMY heeft ook een eigen podcast. De BMY Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we allemaal mensen die goede zaken doen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. In die podcast vertelt John de Mol dat we als Nederlander gemiddeld 8,5 uur mediacontent per dag consumeren. Helemaal waar. Maar wat is er eigenlijk niet waar over John de Mol? Nee, we gaan niet naar buiten. Nog naar de hemel. En Tom deed een beetje zo van, ja, ik heb Tim geklapt, dit, dat, stoer. En dat is ook wel zo, maar die gebroken kaak en die schurmen jukbeen komen door die dude van 2x2 die uit het niks kwam. Kan gebeuren. Tim Hofman presenteerde al vele programma's. Ondanks dat hij niet altijd helemaal ongeschonden uit de strijd komt. Oké, boos krijg je van ons cadeau. Maar welke programma's presenteerde Tim eigenlijk nog meer? Je krijgt 1 punt per goed antwoord. Anna Nouchin is een van de bekendste influencers van het land. Ze heeft bijna 1 miljoen volgers op Insta, bracht 2 boeken uit, presenteert Holland's Next Topmodel en deed mee aan Expeditie Robinson. Oh, en ze stond in 2017 zoenend op de cover van de Linda Meiden met iemand. Maar met wie ook alweer? Edwin Evers nam eind 2018 na 21 jaar afscheid van zijn radioprogramma op Radio 538. Evers staat op was jarenlang het best beluisterde radioprogramma van Nederland met gemiddeld zo'n 1,6 miljoen luisteraars per show. Maar op welke zender startte Evers staat op in 1998? Geraldine Kemper kennen de meesten van jullie, denk ik wel. Maar via welk programma is zij eigenlijk bekend geworden? Geloof het of niet, maar het is nu tijd voor de allerlaatste vraag. Je ziet straks een gezicht waarin 4 bekende personen zijn gemixt. Welke 4 personen? De jury is uitvoerig in beraad gegaan.
heeft alles nagekeken. En als het goed is, zit Nicole, Marieke en Anne zit in deze zaal. Toch? Niet. Rosalyn, Tiffany, Nina. Ook niet. Want wat zei ik? Marieke zei ik. Ja, het is Monique, Anne en Nicole, ja. Dan mogen jullie op het podium komen. Applaus, is wel. Ja. Jullie hadden maar liefst 25 vragen goed. Ja. En dat zonder hulpmiddelen gewoon? Ja, maar jullie gaan nu heel dicht bij die bokaal staan. Dan heb ik toch slecht nieuws voor jullie. Nee, nee, nee. Dat niet. Maar ook zij hebben gewonnen. Namelijk Rosalyn, Tiffany en Nina, toch? Ja, applaus. Ja, is best knap. Ook 25 vragen goed. Dus toen dachten we, hoe gaan we dit nou oplossen? Ja, kom maar. Dan hebben we opeens 6 winnaars. Maar dat kan niet, want er is maar 1 wisselbokaal. Dus wat we gaan doen, is jullie krijgen allebei een vel papier. En een pen, natuurlijk. En ik heb 1 vraag voor jullie. En jullie moeten dan allebei iets opschrijven, maar het is een benaderingsvraag. Ja? Ik ga hem even voorlezen. En degene die dan het dichtstbij is, die wint die mooie wisselbokaal. Dus, let op. Hoeveel investeert Netflix dit jaar, in 2020 dus, in content? De productie van films en series is dat dus. Het exacte bedrag in dollars noemen. Hoeveel, ja, in dollars. Hoeveel besteedt Netflix aan contentproductie? Het exacte bedrag. Ja, juist ook originals. Dus het gaat om de eigen productie van content van Netflix. Wat zouden mensen in de zaal gokken? Is er wat opgeschreven? Jullie ook? Oké, hier is het antwoord 1 miljard dollar. Hier is het antwoord 29 miljard. En jullie vonden 1 miljard een beetje hoog. De winnaar is 29 miljard. Ja, want het is 27,3 miljard. Dat is best veel. Applaus, jawel. Dames, deze is voor jullie. Het is een wisselbokaal. Dus volgend jaar zijn jullie weer van harte welkom. Maar jullie naam staat er voor de eeuwigheid ingegraveerd. Dus van harte gefeliciteerd. Nee. Neem hem mee, het is voor jullie. Aan jullie, ook aan jullie. Sorry, het is niet anders. Maar iedereen, hartelijk bedankt voor het komen. Het liefst zouden we natuurlijk nu met z'n allen ontzettend gaan borrelen en nabespreken. Dat is helaas niet mogelijk. Ja, ik zie iemand volgend jaar. Nieuwe kans, een nieuwe ronde. In ieder geval ontzettend bedankt voor het komen. En ik hoop dat jullie het een leuke dag vonden. Tot volgende keer. Ciao.